ook aan. Ja, ja, ja. Ja. Goedemorgen. Nou, daar zijn we weer. We gaan weer even wat leuks maken vandaag, dames. Want ik ben echt helemaal into de nieuwe stempels van Studio Light. Ben ik gisteravond ook nog lekker mee bezig geweest. En ik denk, ik ga dat lekker live doen met jullie. Dan kunnen jullie meekijken. Beetje inspiratie hoop ik ook weer. Ik heb leuke prijzen weer voor jullie in deze tikkie. Deze leggen we even opzij. Deze mooie slimline stansmal, die gaat eruit bij Heavy Doodle. Ik wilde die bijbestellen. Ik denk, nou, dan kunnen we hem net zo goed verloten. Dus deze stansmal van 20 euro, die verloten we. En ik heb nog deze leuke Dutch Doobadoo mal voor jullie met die kerstboom. Dus wil je weer kans maken op die prijsjes, deel het dan even op je eigen tijdlijn. Nou, ik had natuurlijk al het een en ander gemaakt, hè, met die nieuwe stempels. Deze had ik natuurlijk gisteren in de live gemaakt. Ik ga de stempels ook heel eventjes bijleggen. Goedemorgen, dames. Hey, Deesje. Er zijn 4 nieuwe stempels uitgekomen van Studio Light. Ze zijn echt te gek. Ik had gisteren voor dit kaartje had ik gekozen voor de nieuwe script stempel. Ze zijn allemaal op slimline formaat. Echt leuk, want die waren er eigenlijk nog niet. Ja, we hebben zelf natuurlijk bij Craftlab een slimline stempel. Die ga ik dadelijk ook erbij gebruiken. De slimline stencils van Studio Light zijn €7,99. En voor de mensen die het nog gemist hadden. Je shopt deze week alles weer in je tikkie mandje met 10% extra kassakorting. De mandjes die blijven dus weer staan tot woensdagmiddag. Dus de prijzen die ik noem, daar gaat altijd nog 10% vanaf. Dus profiteer lekker van die korting, zou ik zeggen. Dan verrekenen we dus ook pas woensdag aan de kassa als we je bonnetje gaan maken voor de tikkie. Deze had ik dus gisteren gebruikt. Kijk eens hoe stoer. Dat script. De bloemen die ik gisteren gebruikt had, die kwamen uit die Blooming Butterfly collectie, hè? Erika, ik zie dat er nieuwe dames zijn voor de tikkie. Tikkie Live, dat is dat je iedere dag gewoon via livestreams die we doen kunt bestellen. Kijk straks ook maar even hoe de andere dames het doen. Je kan dan in de reacties zet je gewoon het merk en het product dat je graag wilt hebben. We maken dan een mandje voor je en we verzamelen alles een hele week in een mandje. Dat wil dus zeggen dat je alles op kunt sparen. Nou, we leveren binnen Nederland leveren we Franco vanaf €75. Of je zorgt dat je aan de €75 komt, dan is het Franco. Of je bestelt gewoon wat je wilt en dan komen er nog verzendkosten bij. Maar het is dus het idee van het makkelijk bestellen in de live, zodat je niet het orderproces door hoeft te lopen in onze webshop. En dat je dus alles op kunt sparen van een hele week. Dus dat is een beetje het idee. Dus als je daar nog vragen over hebt, dan roep je maar. Nou, dit is dus die scriptstempel die ik gisteren gebruikte. Er zijn 4 verschillende. Het script die is ook dus €7,99 en ik heb hem zomaar een beetje all over gestempeld. Zie je dat? Dat hoeft niet altijd overal. Op een basismalletje van Craftlab, een slimlijnstans. Deze mooie set met die bloemen, die is uit de Blooming Butterfly. Die zal ik straks in de winkel ook nog even laten zien. Die kost €15,99. En ik heb ook op mijn kaartje het nieuwe stickerboekje gebruikt van Studio Light. Die is ook zo vet. Ze hebben een boekje uitgebracht met allemaal verschillende stickers. Het zijn witte en zwarte ondergrondjes. Het stickerboekje kost €10,99. En ik ga jullie nog een keer even laten zien wat erin zit. Ook alfabetjes, als je bijvoorbeeld van journalen houdt. Of voor in je planner. Cijfers zitten erin. Kijk, dit waren bannertjes. Die ga ik zo ook op een ander kaartje nog even laten zien. En heel veel mooie stickertjes waar dus de contouren uitgesneden zijn. Zoals ik hier heb gedaan. A dream is a wish your heart makes. Hartjes zitten erin. Ik had hier ook losse hartjes had ik hier bijgeplakt. Want alles wat er in het zwart in zit, zit er ook nog een keertje in het wit.
leuke tickets. En ze hebben er ook stickers in gedaan die weer achter de shakervensters passen van Studio Light. Dus achter die plastic blisters. Kijk, en dan heb je ook alles nog een keer in het wit. Nou, hoe leuk is dat? Kijk, ook die hartjes voor in de hartjesblisters. Dus het stickerblokje, die is €10,99. Ik ga jullie even ook iets vertellen over een aanbieding. Want we doen volgende week woensdag, of aanstaande woensdag eigenlijk. Dan doen we weer een online feestje met deze 5 artikelen die ik hier voor me heb zitten. Krijg je lijfs van Linda, deze en van mij. Dus we hebben hier voor jullie een goodiebag van gemaakt. 4 slimlijnstempels en het stickerboekje van €42,99 voor €36,99. En dat feestje wat we woensdag gaan houden, die noemen we stick en stamp. Stickers en stempels. Dus je mag het ook als pakketje bestellen in deze Tiki Live. Dus dan benoem je hem gewoon even de goodiebag, stick en stamp. Stickerboekje los is dus €10,99. Dan gaat er natuurlijk je 10% extra korting gaat er vanaf. En kijk eens wat Annette vanochtend meebracht. Want die was gisteren ook hier en toen waren net die nieuwe stempels binnengekomen. Annette had er ook een paar gescoord. Dit is de Slimline stempel met het raster. En Annette, ik weet niet of je het zo goed kan zien, die heeft dus het raster met goudkleurige embossingpoeder gedaan. Zie je hoe mooi? Het woordje love erover, dat is ook eentje van Kraftlab, hè? Ja, ik moet zeggen, wij zijn wel echt mega fan van de nieuwe Slimline stempels. Dus dat is die van het raster. Dat is deze. Ik had het script, had ik jullie al laten zien. Ik heb gisteren deze nog gemaakt. Ook even een snelle. It's your birthday smile. Dit zijn ook de stickertjes weer uit het stickerboekje. En dit is weer een derde stempel uit die serie. Dat is de stempel met de dots. Ook zo'n grungy effect. Kijk, zie je? Niet zo all over, maar echt heel mooi. Dus zo kun je ook echt leuke, snelle kaartjes maken. Gewoon weer een inktachtergrondje heb ik erbij gedaan, hè. Een ingekleurd stempeltje natuurlijk van Kraftlab. En dit zijn dus bannertjes die uit dat stickerboekje komen. Er zit echt mega veel in, dus je kan naar hartelust kun je lekker plakken. En ik had hier ook dan zelf zo'n puntje eraan geknipt. Vond ik wel leuk. En die stickers zitten er dus ook allemaal in het zwart en in het wit. Dus dat was die. En dan bleef natuurlijk de hartjesstempel, die bleef over, hè. Daar had ik gisteren al iets mee voor ogen. Ik leg ze even opzij en dan gaan we lekker met die hartjesstempel aan de slag. Ik had daar al iets mee gemaakt gisteravond. Toen dacht ik al, ik ga de hartjesstempel combineren met de scriptstempel. Dus ik heb eerst het script gestempeld, daarna de hartjes eroverheen. En toen heb ik hem uitgeknipt. Iemand vroeg ook, zijn daar stansen voor? Nee, ik heb gewoon de contouren van de hartjes heb ik uitgeknipt. En die ga ik straks op een slimlijnkaartje verwerken. En dan ga ik allemaal buddies ga ik daarbij doen. Kijk hoe mooi dit is. Dus je kunt natuurlijk die sets ook weer met elkaar combineren. Ik dacht eerst van, oh, wat moet je met die open hartjes? Maar in die open hartjes kun je natuurlijk ook weer allerlei achtergrondstempels verwerken. Dus die hartjes vond ik toch ook wel een must-have. Ik heb met de inkten van Studio Light heb ik hem een beetje op kleur gemaakt met rood. Die leggen we even opzij. Want ik wil het weer combineren met onze eigen slimline stempel. Dat is natuurlijk de slimline stempel Buddy's Party. Het feestje van Buddy. Die kost €8,99. Wij hebben daar natuurlijk ook al lekker veel mee gemaakt. Ik heb hier allemaal leuks liggen van deze. Dat ga ik jullie zo laten zien. Deze is namelijk met de open dagen daar ook heel druk mee geweest. Hè. Dus zat ze lekker naast me, mocht ik meekijken. We hebben van Studio Light hebben we ook een nieuwe maskeertape. Dus een masking tape waarmee je dus groepjes kunt stempelen. Je plakt dat af. Hè. We hebben daar ook allemaal al video's mee gemaakt. Ik denk dat jullie wel weten hoe maskeertape werkt. De nieuwe rolletjes maskeertape van Studio Light, die zijn 20 meter. Lekker veel, je hebt heel vaak maar een klein stukje nodig. En die kosten €8,99. Kijk eens wat deze allemaal voor leuks gestempeld heeft. Deze had ze alweer ingekleurd met Copics.
Een groepje weer met een ander stempeltje van Kraftlab erbij met een cupcakeje. Deze, kijk, met die lijntjes. Want ik ga dadelijk ook met die lijntjes aan de slag. In deze set zitten namelijk die lijntjes met die streepjes en van die wiebelige lijntjes. Die gaan we zo meteen op de achtergrond bij onze hartjes ook stempelen. Kijk, en dit weer zo'n streepje, ook allemaal weer gemaskeerd. Ja, dat maskeren van die stempels, het is even een werkje. Misschien kan jij deze straks nog even laten zien, hoe jij jouw plasticjes op jouw stempel laat zien. Want dat vond ik ook wel een hele goede tip. Het acrylblok voor zowel die slimline stempels van Studio Light als voor die van ons, van Kraftlab. 22 bij 9 centimeter is die, want die lange stempels die passen natuurlijk niet op je stempelhulp. Het lange acrylblok die is ook €10,99. Oh, en ik heb allemaal ingekleurde plaatjes van deze gekregen. Kijk eens, dat is een schat, hè. Dus die ga ik straks bij mijn hartjes verwerken. Dit zijn de ingekleurde stempeltjes van onze nieuwe stempelset Buddy's Party. Kijk, er zitten ook nog van die leuke frames zitten daarin. Dan kun je de hondjes ook weer uit de frames laten piepen. Morgen is er trouwens ook in de winkel weer een demo met Kraftlab. Daar komt Gerlinde komt dat doen. Vandaag en morgen grote koopjesmarkt. Ik heb gisteren ook een filmpje geplaatst. Dus ik denk dat het wel lekker druk gaat worden vandaag. Ik ga met de streepjes aan de slag. Ik denk dat ik ze allebei ga doen. Dus dit is zo'n wiebelig streepje. Dan heb je 3 streepjes naast elkaar. Ik zet die even op mijn acrylblok. En dan doe ik dat streepjes-streepje. Dat klinkt raar, hè? Die plak ik even ernaast. Het voordeel van deze van Studio Light is, je hebt op die acrylblokken heb je ook een maatverdeling. Kijk, kun je het zien? Vooral met dat soort streepjes, dan kun je ze recht plakken. Nou plakte ik deze net. Nou is dat in dit geval is dat lastig, want die streepjes die zijn niet recht. En die horen ook niet recht. Die mogen een beetje wiebelig zijn, zoals je hier ook ziet. Deze die zou wel een soort van recht moeten zijn. Als ik die nou eerst plak, kan ik beter doen. Plakken we die precies op een lijntje. Ik zie een beetje scheel, omdat ik hieronder op mijn mat heb ik ook natuurlijk nog een rasterpatroontje. Dus even goed plakken. En dan het wiebelige lijntje, die doe ik daarnaast. Is dit deze recht? Nee, die zit niet helemaal recht hier aan de zijkant. En dit is ook handig als je tekststempels hebt, hè? Want dan kun je gewoon, heb je een beetje een houvast om recht te stempelen. Dan hoef je natuurlijk niet zo'n grote te hebben. Daar hebben we ook van die kleine acrylblokjes voor van Studio Light met maatverdeling. Dit, ik heb het gisteren ook verteld, hè? Eerst denk ik van waarom is die zigzag aan de zijkant. Kun je je vingers inzetten en je zal merken dat is echt heel handig. Want dan heb je dus nog een betere grip. De kleine acrylblokjes zijn €3,99. En lekker alles wat je shopt, dames. Daar gaat nog 10% extra korting vanaf. Hè? Dat voelt toch altijd lekker, of niet dan? Dus kijk maar gewoon wat je in je mandje wilt laten vallen. Mogen ook andere dingen zijn dan dat ik hier nu gebruik. Het is natuurlijk wel zo dat die 10% extra korting alleen geldt voor niet afgeprijsde artikelen. Maar dat is natuurlijk logisch. Ik heb even gewoon uit het witte Bella Lulu cardstock een slimlijntje gestanst met een Kraftlab stans. Suraya, het grote acrylblok, ik denk dat je die bedoelt, die kost €10,99. Dus die noemen we het slimline acrylblok als je hem wilt bestellen. En Studio Light heeft ook nog veel meer acrylblokken. Als je gewoon in onze webshop www.noorenzo.com en je zoekt eventjes in het zoekscherm, als je daar acrylblok in toetst, dan zie je alle verschillende maten staan, want ze hebben er nog veel meer. Er zitten ook nog allerlei maatjes tussen. En vierkant en van alles. Kijk, nu heb ik die streepjes dus naast elkaar gedaan. En die ga ik hier een afdruk mee maken. En deze, en ik zei het ook al tijdens de demo. Dit blok is ook gewoon handig. Want als je er dan dus meer wilt stempelen, hoef je hem alleen maar te verleggen. Ik ga een beetje subtiel houden. Kijk, ik ga niet meer doen. Kijk, dit is toch al mooi genoeg. Hier komt zo meteen namelijk mijn hartje op.
En dan vind ik het al voldoende op de achtergrond. Deze ga ik denk even met een foamtapeje erop zetten, mijn hartjes. En ik ga daar dadelijk allemaal feestende buddies ga ik ertussen steken. En dan doen we natuurlijk nog een tekst uit het stickerboekje. Even een foamtapeje erbij. Nou, goedemorgen voor iedereen die nog binnenvalt. Ik heb inderdaad ook de nieuwe Marianne release binnen. Die laat ik jullie straks ook nog wel even zien. Ook die shop je nu natuurlijk met je 10% extra kassakorting, hè. Dus pak die korting, zou ik zeggen. Profiteer daar lekker van. Dat doen we één keer in de zoveel tijd. Gooien we die er weer eens een keer een weekje in. En we blijven natuurlijk iedere dag die livestreams doen, hè. We proberen ook iedere dag leuke prijsjes voor jullie te zoeken die we in de livestreams verloten. Die prijsjes gaan natuurlijk ook altijd mee in de tikkiemandjes. Dus die verloten we uiteraard onder de mensen die bestellen. Ja, Petronella, je kan ook gewoon blenden op het Bella Lulu cardstock. Dat zeiden we, heb ik al een paar keer verteld in de lives. Zelfs een beetje met water kun je op het Bella Lulu cardstock. Alleen als je met heel veel nat gaat werken... dan zou ik echt een aquarelpapier nemen. Maar ook net als dit. Gewoon met een beetje water. Met water reactive inkt heb ik gewoon met het Bella Lulu cardstock gedaan. De stempel, als je die inderdaad wilt bestellen. Die heet Buddy's Party. En die kost €8,99. Die buddies die maken er een feestje van. Even kijken, dan gaan we even de beschermfolie van mijn foamtapejes afhalen. Dan komen de hartjes erop en dan gaan we hem zo meteen vullen. Nou, als je dus wilt bestellen, wees dan wel even duidelijk wat je wilt bestellen. We proberen het hetzelfde te benoemen zoals wij het benoemen. Dan is de kans niet zo groot dat er het verkeerde in je mandje komt. En we vragen jullie ook altijd, ook voor de mensen die nieuw meekijken. Schrijf zelf eventjes mee wat je bestelt. Ook met de prijzen bij. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Dan weet je ook of je wel of niet aan het franco bedrag zit. Mensen denken dan vaak van, oh, ik doe nog iets erbij, want dan hoef ik geen verzendkosten te betalen. Dus houd je administratie zelf ook een beetje op orde. Want wij hebben vaak een paar honderd mandjes staan. En dan is het voor ons te veel werk om dat iedere keer allemaal bij te houden wat je in je mandje hebt. Ik zou bijna zeggen, niks meer aan doen. Maar ik ga er toch echt buddies op doen. Karin, je mag inderdaad, we beginnen altijd op donderdagochtend met nieuwe mandjes. En die blijven staan tot woensdag rond het middaguur. En je kan gewoon alles bestellen in de live wat je wil. Dus ook van tikkies die eerder geweest zijn. Dus dan gooi je het gewoon onder deze live. We doen altijd wel als een live eerder geweest is. Daar zetten we dan op een gegeven moment de reacties uit. Want anders moeten wij tig lives iedere keer terug blijven kijken. En kijken of daar nog onder gereageerd wordt. Maar we hebben eigenlijk iedere dag altijd een tikkie live die open staat. Zodat je kunt reageren. En daar mag je gewoon ondergooien wat je graag wilt hebben. En ja, ook dan als het andere artikelen zijn niet uit de live. Benoem dan altijd even goed het merk en de omschrijving. Zodat we weten wat je graag wilt hebben. Dat niet het verkeerde in je mandje komt. Ik ga buddies ertussen steken, dames. Kijk, dat is toch helemaal leuk zo. Een vette party gaan we ervan maken. Even kijken hoor. Kijk, hier kan er ook zo eentje tussen. Ik ga dat wel even met Kit doen. Kan ik het namelijk ook een beetje zo opbollen. Vind ik altijd wel leuk. Sandra Volker. We noemen het inderdaad Tikkie. Maar als je gewoon met telebankieren kunt betalen, dan kun je het gewoon overmaken. Je hoeft geen Tikkie app of zo te hebben. Dus je krijgt gewoon een betaallinkje en als je daarop klikt, dan ga je naar je internetbankieren en dan kun je het overmaken. Lukt dat niet? Want ook voor de Belgische klanten gaat dat ook niet. Tikkie is alleen voor Nederland. Dan hebben we natuurlijk gewoon onze bankgegevens en dan kun je het gewoon zelf met de hand overmaken. Dus dat kan sowieso ook altijd. Dat is geen probleem. Ik zoek even mijn prikpen, want ik moet even een propje uit mijn kit halen. Oh, ik heb hem al. Nou, en die
Buddy's Party zijn van die kleine schattige stempeltjes, hè, die je eigenlijk overal op en tussen kunt steken. Kijk eens hoe leuk dat ze zijn. Ingekleurd met Copix. Kijk, en ik had het idee om ze gewoon zo overal tussen te gaan steken. Dat we er een echt feestje van gaan maken. Ook deze zo. En misschien daarboven nog eentje. Ik hou het allemaal een beetje in dezelfde tinten. Kijk, zie je hoe gezellig met die Buddy's Party erbij. Suraya, om te stempelen gebruik ik eigenlijk altijd de Versafijn. Versafijn in de kleur Onyx Black. Versafijn geeft, vind ik, de scherpste afdruk. Ik ga een tekst even erbij zoeken, dames, uit mijn leuke stickerblokje. Ik denk dat ik weer voor een bannertje of zo ga. We moeten natuurlijk iets feestelijks hebben, hè? Oh, deze is leuk. Wat ik in dit geval wel ga doen, ik ga hem even op een papiertje plakken, want mijn hartjes zitten dus wat omhoog. Ik wil daar een bannertje van maken. Let's celebrate this amazing day. Nou, dat is toch een leuke, of niet dan? Kijken of dat ik die hier straks overheen kan zetten. Ja, dat gaat lukken. Dus dit soort banners zitten allemaal als stickers in het stickerboekje van Studio Light. Die kost €10,99. Ja, Sandra, als je gewoon zoekt op maskeren op YouTube. Het maskeren van stempels, er zijn echt legio filmpjes zijn daarvan. Die vind je dan wel. Wij hebben dat ook al heel vaak in een filmpje uitgelegd. Nou, ik doe er dus nu even een papiertje over, onder, want mijn stickertje is een beetje breder dan mijn hartjes. En die komt er zo meteen overheen. Let's celebrate this amazing day. Ik vind dit trouwens ook een heel leuk lettertype. Lekker strak. Oh, ik had trouwens nog even willen spetteren natuurlijk. Dat ga ik eerst doen. Hopen dat ik niet heel mijn gezichtjes van mijn buddies onder spetter. Ja, om die buddies dus in een groepje te stempelen, dames. Daarvoor gebruik je maskeertape. En die heeft Studio Light ook. Dat is deze stencil en stamp masking tape. Er zijn deze doosjes. 20 meter zit erop. Voor €8,99. Ik moest even nadenken. Ik wil natuurlijk op mijn achtergrondje nog wel een beetje wat spetters. En dan mogen ook wel wat spetters op mijn hartjes. Kijk, maakt het net een beetje af, hè? De spetterpennen die zijn van Molotov die we gebruiken, hè? €6,99. Zwart en wit zijn natuurlijk de kleurtjes die we het meest gebruiken. Maar ze zijn er echt in heel veel kleurtjes. Kijk, en hier ga ik nou even zo'n bannertje knippen van mijn stickertje. Deze hier ook. Let's celebrate this amazing day. Die ga ik hier overheen plakken zo. Dat is wel leuk. Beetje kit erachter. En dan denk ik dat ik hem straks nog even mat op een zwart kaartje. Zo is hij toch helemaal leuk. Met de nieuwe hartjesstempels van Studio Light. Dus ik laat jullie alle stempels nog even zien. Ik heb er al meerdere kaartjes mee gemaakt. En Annette ook. We hebben dus 4 slimline stempels. Allemaal kosten ze €7,99. Hartjes. Script. Het raster.
Wat Annette dus met embossingpoeder heeft gebruikt. En de dots. Kijk, die had ik op dit kaartje gebruikt. Zo leuk, die stipjes. Kijk dan. Hier ook weer de stickertjes, hè. It's your birthday smile. En dan hebben we natuurlijk het toffe stickerboekje. Voor €10,99. Hier komt straks nog even natuurlijk zwart achter. En natuurlijk onze buddy stempel, hè. Met die leuke strepen erin. Kijk, als je gewoon een paar van die strepen zo op de achtergrond stempelt, is gewoon al genoeg. Meer is eigenlijk niet nodig. De Buddy's Party met die feestende hondjes, die is ook €8,99. En dan ga ik zo lekker nog even met jullie de winkel in. Blijf nog even hangen, zou ik zeggen. Want we hebben twee leuke prijzen. We hebben deze mooie slimline stand van Heavy Doodle. Dus deel hem even op je tijdlijn als je nu pas binnenvalt. Ik zie nog bekende dames allemaal binnenvallen. Deze mooie tekenmal van Dutch Doobadoo met de kerstboom. Die twee verloten we straks weer. Oh, en ook natuurlijk niet te missen. Het slimline acrylblok, hè, van Studio Light. €10,99 kost je, waar je die lange stempels op kunt verwerken. Nou, kijk hoe leuk. Ik ga dit kaartje nog even meenemen, want dan laat ik jullie die mooie bloemen nog even zien in de winkel. Waar ik die ik dus gisteren had gebruikt uit de collectie Blooming Butterfly. Misschien wil je die ook nog wel even in je tikkie mandje. Hier wil er ook één de winkel in. Loop maar, Jos. Even kijken, volgens mij heb ik ze hier nog liggen. Kijk, ja, dat zijn deze bloemetjes. En dat setje met bloemen, die heet Fresh as a Daisy. €15,99 kost je ook met zo'n heel mooi groot blad. En er is nog een setje met bloemetjes, die had Karen gebruikt. Die heet Blooming Flowers en dat is deze. Kijk, daar zitten telkens van die soort klavertjes 4 in. En ik ga jullie de bloemetjes laten zien die je daarmee op kunt bouwen. Kijk, zie je? Daar kun je deze bloemetjes dus mee maken. Karen heeft ze mooi opgebold en in elkaar gebruikt. En hier zitten weer andere takjes bij. Die kunnen ook bij die toefjes weer gebruikt worden. Je kan het natuurlijk ook mixen met elkaar. Kijk, hier zitten ook mooie takken bij. Ook wat grotere en wat kleinere. Dus deze die heet Blooming Flowers en die is ook €15,99. Nou, dan bracht Karin vandaag... Oh, deze zal ik even dan inderdaad wegzetten. Dit is dus een beetje mixed media. Hier staan inderdaad wel wat andere soort kaartjes. Maar je kan natuurlijk maken wat je wilt, hè, met deze collectie. Het is een beetje een romantische collectie. Ik heb zelf een beetje een ander stijltje. Kijk, maar Karin bracht deze mooier vanmorgen ook nog mee. Want in die collectie is een hele mooie basismal van een vlinder. En dat is deze. Die heet Butterfly Card Shape. Dus echt een kaartmodel in de vorm van een vlinder. Hier zou je trouwens ook nog wel een miniboekje van kunnen maken. €29,99 kost die. En ze heeft daar natuurlijk het nieuwe papier Blooming Butterfly voor gebruikt. Dat is een nieuwe papierset op scrapformaat. Kijk. 12 vel, 30,5, 30,5. En die kost €11,99. Ook alles van Blooming Butterfly gaat natuurlijk die 10% extra tikkie korting vanaf. Van alles zit erin. Ook dus een hele hoop knipplaatjes en van die kaartjes. Nou, bij die standsmal van die vlinder heb je ook nog een maskstencil wat erbij hoort. Als je bijvoorbeeld liever met inkt wilt werken. En het grote mask in de vorm van een vlinder, die is €4,99. Kijk, en die heeft Karen hier weer op dit kaartje gebruikt. Hier heeft ze trouwens ook alle shimmer inkt er weer voor gebruikt. Die nieuwe parelmoer inkt, hè, die we hebben van Spectrum Noir. Ik had hier ook de Spectrum Noir inkt voor gebruikt. Maar dat hadden jullie gisteren waarschijnlijk wel gezien. De Spectrum Noir inkten, de shimmers, die kosten €6,99 per stuk. Shop je ze allemaal. We hebben 10 kleurtjes. Dan betaal je een tientje minder. Dan is het €59,99.
Annette had een tof kleurkaartje voor ons gemaakt. Hè? Die video staat ook weer op ons YouTube-kanaal. Die kun je eventjes terugkijken. Oh, Beter, jij gaat uitbreiden in je Wish of in de Mask Stencils van Studio Light. Deze had ik ook weer met die shimmer inkten gedaan. Beter had er op de open dagen al een paar meegenomen, hè? Ze zijn verkrijgbaar in een paar uitvoeringen. Alleen Birthday hebben we volgens mij niet meer. Nee, die was niet meer leverbaar. Studio Light heeft deze leuke sets met mask stencils. Dus dat zijn ook layering masks. Die je over elkaar heen kunt gebruiken. En dan heb je bijpassende tekststempels die je erover of eronder kunt gebruiken. €6,99 zijn die setjes. En we hebben dus nog Love. We hebben Hugs. En er is er nog eentje met Wish. En die had ik hier dus voor gebruikt. Ook weer met die shimmer inkten. Dus daar kun je ook hele hippe kaartjes natuurlijk mee maken. Nou, ik laat de reacties nog even openstaan. Vanmiddag ben ik er wel weer. Dus je kunt nog even bestellen onder deze tikkie. En dan gaan wij het weer voor je in orde maken. Dus ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!